er klaar voor? Ja. Succes. Kan ik even mee? Okay. Iedereen kent ze nog, de drie dames van Pussycat. Zangeres Toni Willet treedt nog steeds regelmatig op. En vooral in Duitsland is de Bronsumse veel gevraagd. Zaterdag 14 mei 2011. Chauffeur, twee achtergrondzangeressen en de zangeres zelf stappen in de auto voor een trip naar de Oosterburen. Doel van de reis is de Veltins Arena. Dat is het voetbalstadion van Schalke 04 uit Gelsenkirchen. Ik ga naar Gelsenkirchen. Jij ook? ja, Gelsenkirchen. Arena. Het is een hele grote optreden vandaag. Dat is een hele hoop bands, een hele hoop artiesten. Wie komt er allemaal? Ik heb beter vragen wie er allemaal niet komen. Het is echt, van Bodie Jam tot The Sweet, tot Smokey, tot Chris Andrews, George Baker is er. Harpo. Chris Andrews had ik al gehad. Als Slime Dood. Meer kan ik er zo alle minuut niet bedenken. Maar... Een soort oldie marathon heet het, hè? Ja, oldie marathon. En hoe kan je daarop voorbereiden eigenlijk, zo'n soort optredens? Zoals op ieder andere optreden. Kop verpakken, opmaken en hoppa, auto in. Er komen er zo ongeveer zo'n 30.000 mensen vandaag. Geeft dat nog speciale druk? Ja, het is anders dan dat je in een zaal voor 1500 man staat, maar het is ook kicken hoor. Wat is er anders aan dan? Het immense ervan. Zo, het is groot en het is veel en ja, het is gewoon heel overweldigend, maar ook hartstikke leuk. Je bent in Duitsland nog heel populair, in Nederland is dat wat minder, hoe komt dat? Geen flauw idee, ik zou het niet weten. Ik word gewoon in Duitsland veel gevraagd, al bijna 20 jaar. Dus. De originele Pussycat bestaat niet meer. Met wie sta je vandaag op de bühne? Met mijn dochter en onze vriendin Daphne. Dochter Kimberly en vriendin Daphne. En heb je er een beetje zin in? Jazeker. Ja, is leuk. Ook goed verzorgd altijd. Lekkere catering. Piltje erbij, wat weet je nog meer. Dank je. Ben je klaar voor? Yes. Nee, hè? Jij ook? Jij ook? Heel veel zin, hè? Ik wil wel nog even een glaasje, een slokje drank, een stakje bier. Ja, is alcoholvrij. Dan is alcoholvrij.
until the end of time. What do you call this? 2000? What do you call this? The 1000? 2000s. The 2000s, right? The zeros, right? Zeros. And look, we've just played in a huge stadium, Schalke Stadium, and it's virtually full. Yeah. Virtually full. By this evening, it'll be full for Slade, and we'll be in the bar. Yeah. You had lots of hits, and how difficult is it to pick up 4 songs to play for tonight or this evening? Five. But it's very difficult, you know, especially to keep them tight. You know, we like to communicate with the audience, right? We don't have time, but there's so many bands on. It's difficult because 5 songs you just warmed up, and you've got to go get off, you know. It was great. Everyone's doing a great job, and people enjoyed it. You're only one of the few groups left who have 3 original members in the group, is that right? I like the way you say left. No, it's true. Unfortunately, we're coming into that time when, we'll be saying goodbye to everybody in about 20 years' time. But no, a few of our friends have already departed and, you can't go on forever. But the music will go on forever, right? It will. So I can better ask the Swede why there was only 1 member left, right? Well, we laugh, but that's been unfortunate for them. Fortunately, even the guys, we got 3 of the original guys, and even the other original Rubettes, they're still alive and they're still very well and they're doing their own thing. That's good. So we're pretty lucky to have 3 of the guys still there. What's next on the schedule? Next performance? Next, we're off to Belgium in the week. We're doing a television for RTBF, and we're doing a Belgian tour in a few weeks' time. So, we're on the road. Still alive and kicking. Yes, most of the time. Kicking. Kicking. Yes. Take me away. Yes. Okay, thanks very much. My pleasure. I've been crying today, threw my memories away. Something died as I cried for my broken souvenirs. Can I reach for the sun? Find a place I belong. Now you're one of my broken souvenirs. Now you're one of my broken souvenirs. Baby, you're one of my broken souvenirs. Hey, hey, wat dacht je ervan? Jezus, ik ben in slaap gevallen. Ja, wat ben je? Zoveel moeite. Ja, je zit me uit te sloven. Maar je mag... Wat ben je nou? Heb je wat gezongen? Ja!